hoe krijgen we mensen wakker? Ik weet één manier. Langs de deuren. Met pagina 44 van het Economisme. Waar het gaat over die jongen die zegt, wat is het verschil tussen jou en mij? En dat bedoelt jou en dat hij een psychiatrische storing heeft. Met die pagina, langs de deuren. Je voet tussen de deur en gewoon heel aardig vragen. En nooit compromissen sluiten die niets met elkaar van doen hebben. Word maar mijn nieuwe mannelijke Merkel. Ik vind het mooi dat u pagina 44 erbij haalt. In de mythe van het economisme beschrijf ik hoe ik met een jongen in de klas zat. Een goede vriend van mij. En die, toen we in de puberteit zaten, eigenlijk veel beter was in van alles dan ik. Hij kon beter voetballen en hij was slimmer en hij was populairder. Maar toen hij 18 was, bleek dat hij last had van psychoses. Hij werkte eerst in de supermarkt, dat beschrijf ik, en nu in een meubelmakerij. En sinds kort in de groenvoorziening. En iedere keer probeert hij dat een paar uur te doen. En hij is ontzettend trots, en ik ook op hem, dat dat dan een paar uur lukt. En ik zat met hem op het terras en toen zei hij, wat is eigenlijk het verschil tussen jou en mij? Waar is het met mij misgegaan? En het beseft je dat alles wat je bereikt in je leven niet alleen te maken heeft met hoe hard je zelf werkt, maar ook alles met geluk. Dat je hersenen gewoon goed in elkaar zitten. Dat er niet een connectietje mist waardoor je in zo'n psychose raakt. En het is nog steeds een goede vriend van me. En ik ben nog steeds dankbaar voordat ik dit mag doen. En dat moeten we ook blijven. Dan langs de deuren. Die voet, daar moeten we het nog even over hebben. Maar ik ga zorgen dat ze allemaal pagina 44 meekrijgen.